Hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Ja, ik ben dus Corina, zoals jullie al weten. Corina met IE wel te verstaan. En daar ligt Frodo. Hè? Onze Frodo. Ja. Moet je ogen weer schoonmaken, zie ik. Ja. Hé? Ja. Oh, lekker even, hè? Klauw onder het nek. Ja, hij is lief. En waar hebben we de rest? Nou, daar zit Gandalf. En Eowyn die zit hier. Ja, nou. Ja, dat. Ik zal even kijken. Het is vandaag. Wat voor dag is vandaag? Woensdag. Het is de 21ste alweer. Dan gaat het hard, hè? De 27ste is mijn schoonmoeder alweer een jaar weg, kun je nagaan. En mijn mannetje, die is alweer langer weg. Jeetje, dan moet ik weer... Ik geloof dat die dan een jaar en 7 maanden weg is, hè? Ja, zoiets. Gaat het hard, hè? Ja! De tijd, die houdt geen schaft. Oftewel, de tijd houdt geen schaft. Nee. En wij wel, wij gaan rustig erbij zitten. Maar dat doet de tijd niet. De tijd kan niet zitten, nee. En we leven om 11 uur 22, ook dat nog. Ja. Dus ja, ik ben blij dat mijn huisje nou weer schoon wordt gemaakt. Want het is een en al een dikke stof hier. En de kunst, dennennaaltjes, ja, van de tak die ik in de kamer had. De week. Ik had wel geveegd om met een rubberen bezem, maar ja, blijft toch meestal liggen, hè? En ik was gisteren weer mee bezig, dat weet je. Althans, jullie, ja, jullie weten dat allemaal. Ja. Maar oké, lieve vrienden, maak wat van jullie dag. Het is hier bewolkt en dan weer zonnig en dan weer bewolkt en dan weer zonnig. Ik weet niet of we nog... sneeuw krijgen of regen krijgen. Ik weet alleen nog één ding. Dat het heel erg koud is. Ja. Want de huishoudelijke zorg die kwam binnen. Ze kon niet eens gelijk bij wijze van spreken aan het werk. Ook al zou ze dat gewild hebben. Want het vrouwtje had helemaal steenkoude handen. Ik zeg, doe dan ook handschoenen aan. Ja. Dat is een beetje eigen schuld, maar toch. Handschoenen aan met die kou. Je weet het, toch? Ja. Nou, ik ga mijn koffie opdrinken. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En tot later. Doei. Ja, daar ligt mijn hondje. Ja, ben je zo moe? Nee, toch niet? Hoor je andere dingetjes? Nee, toch? Ja, lieve vrienden. De huishoudelijke zorg is klaar. Die is alweer weg. Ja, en ook heb ik hetgene klaar wat ik klaar moest hebben. Waar jullie lekker nog niks aangaan. Dat horen jullie de 11e wel. 11 december. Met de trouwerij van Karen en Roderick. Ja, dat is ook allemaal gelukt. En ga ik nou niet verklappen. Noppenjendo, nee. Ik ga straks weg. Ik moet nog eventjes... Ik was gisteren bij de Zeeman, daar heb ik wat gekocht, maar dat past niet, dus moet ik weer terugbrengen. Maar ze hebben daar ook niet een maatje groter, dus moet ik weer proberen bij de Vibra. Als dat niet lukt, moet ik naar een dure zaak. Ja, vind ik niet leuk hoor, kost weer dan een hoop geld. Maar ja, wat moet. Simpel, kan er niks aan doen. En we zien wel wat en... Ik moet nog eventjes andere boodschapjes doen en dan kom ik weer snel naar huis, want het is oh zo koud. Ja, dat handschoenen weer, mutsen weer, sjalen weer. Dus komt allemaal goed te zeggen. Tot straks, je geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben eindelijk weer thuis. Ik heb de boodschappen ook al opgeruimd. Kom maar.
mag ik niet kappen. Kom maar. Kom dan. Even mee, goed zo. Ga maar drinken. Met je kuile kont. Hé? Hij heeft dorst. Ja, dat moet kunnen. Ik heb ook dorst. Maar ik ben een hele tijd weg geweest. Ik zou zomaar terugkomen. Want ik moest twee dingen doen. Dat was boodschappen doen bij de DK. En nog even iets halen voor mezelf. Een BH. Maar weet jullie het maar even. Ja, nou, moeilijk eraan te komen. Als je zo'n Briekse maat hebt als ik. Ja, heel moeilijk. Goedkope winkels van Zeeman Vibra. Nou ja, de Zeeman die heeft normaal wel, maar die had momenteel niet meer. Nee, niet wat ik moest hebben. Wel in andere kleuren, maar ik ga niet met de groene bij wijze van spreken onder een blauwe jurk lopen die doorzichtig is van boven. Nee, doe je niet. Dan is het of zwart of ook blauw. Ja. Maar oké, komt allemaal goed. Ja, dat ik heb koffie. Ik heb, ben wel geslaagd, maar niet bij een hele dure winkel. Maar ja, wat doe je daaraan? Twee keer niks. Ik heb er één. Gewoon een basic geval. Dus ja. Ik heb normaal altijd wel basic gevallen. Van die dingen. Maar ik zit toch onder je kleding. Dus waarom moet er een kantje of weet ik van wat op zitten? Vind ik helemaal niet 1, 2, 3 nodig. Maar ja, zomers dan vind ik het wel leuk. Dan heb je wat minder aan en dan zie je even iets meer. Nou ja, dat moet ook kunnen. Maar 's winters vind ik het niet nodig. En ach ja, het komt allemaal goed. Het staat netjes. Het is verder zo mooi verder. En ja, dan heb ik tenminste weer fatsoenlijks. Ja, ik had er maar twee en dan kan je moeilijk afwisselen. Als de ene de was in is, de andere naam, maar die andere moet ik maken. Ja, want de beugels komen eruit. Dus niet prettig gevoel als die tegen je lichaam opsteken. Ik denk dat de vrouwen daar wel mee over weten, mee te praten, ja. Maar in ieder geval, ik ga eventjes mijn telefoon nakijken, want ik zag dat ik een aantal appjes binnen had. En ik weet niet waarvan, van wie, hoe en wat. Dus dat ga ik allemaal even doen en even genieten van mijn koffie en natuurlijk een bounty. En jullie zien me straks wel weer. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik zie er weer eens niet uit, maar dat maakt me niet uit. Nee, ik heb ineens wat hoofdpijn gekregen en daar ligt die gek te slobberen in zijn kap. Hou eens op, het is vies. Moet je niet doen. Maar in ieder geval, ze hebben eten gehad. Nou ben ik aan mijn eten toe. En ja, ik vind er niks aan, hè, een lamp om te hebben. Maar ja, het moet, anders zien ze mij weer niet. Dan wordt het te donker. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken. Met mijn hondje. En ja, goeie dikke. En toch ben je lief, ja. En toch hou ik van je, ja. Hé? Maar, oh, Ewe, die is daar. En wat kan de office? Nou, ik weet niet. Of die is boven of die is buiten. Eén van de twee. Ja, oh, ik hoor wel wat. Ik hoor wel wat. Ja! Daar was die. Ja, en dan ga ik vleesje bakken. Tenminste, even, ja, het is even bakken en dan gooi ik het in de soeppan. Ik moet het altijd in de soeppan ook hebben. Ook al is dat niet nodig, ik wil dat wel. Wat gaan we eten? Nou, kijk zelf. Lekker of niet dan? Ja, Gelderse schijf. Nou, dan ga ik lekker bakken in de koekenpan. En dan gaat het in de soeppan. En dan even mijn groenten opwarmen. Want dat heb ik nog over van gisteren. Dus dan komen wij ook wel weer mee door. Ja toch? Ja. Nou, de afwas die staat er ook te staan. Die gaat morgen in de vaatwas. Die is morgen weer aan de beurt. Dan is dat ook allemaal weer schoon voor vrijdag, ja. En vrijdag komt Astrid weer. En zover ik weet ook Carissie. Want het was half een week te koud. Nou ja, en dan moet ze het nog
weet ik veel, werken. Ja, weet ik veel. Ze hebben ook haar activiteiten natuurlijk. En iedereen heeft zijn eigen ding. Ik ook. Iedereen. Ja, ik neem jullie ook niet overal mee naartoe. Dat gaat gewoon niet. En ik heb ook wel eens een dag geen zin. Nou, dat moet kunnen, toch? Iedereen heeft wel eens even van die dagen. Zoals Karen, die vlogt ook wel eens niet. Heeft ze geen zin? Nee, nou, dat moet. Moet niet zo zijn dat het moet. Want er moet niks. Nee. Ik merk wel dat ik mijn bril schoon moet maken, want die is vuil. En mijn haar, dat, nou, dat wil niet. Het is zo slap als wat. Maar oké. Okay. Ja, toch heb ik een versteviging in gedaan. Haarlak erin gedaan, maar het wil echt niet goed zitten. Niet zo zeker het wil. Maar ja, maakt allemaal niet uit als het de 11 december maar goed zit. Vind ik al het beste. Ja, toch? Ja. Of niet dan, Frodo? Jij? Ja, hè? Of niet dan? Ja, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Wie er jarig is binnenkort, dat is gelijk met dat mijn schoonmoeder een jaar weg is. 27 november, dan is mijn schoonmoeder een jaar geleden overleden. Toen ging ik naar Den Bosch. Toen heb ik ook nog eventjes live geweest in het ziekenhuis, heel even. Maar er is ook 27 november nog eentje jarig. En dat is onze Jan van Dam. Ja, ja. Dus degene die hem kunnen, feliciteren me even. Ja, dat is wel zo leuk, toch? En ja, jullie weten, Karin, mijn dochter, die vlogt. Erg heerlijke blos samen met haar aanstaande man. Dan heb ik nog een zoon, Harret van Beek. Ook die vlogt, dus ja, abonneer je ook even op hun kanaal. Is altijd leuk en gezellig. Dus zeggen tot strakjes. Ik ga lekker mijn eten klaarmaken. En ik spreek jullie straks alweer even. Doei! Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele, hele, hele goede avond. Ja, ik heb wat kaarsjes aan. Degene die opgebrand moesten worden voordat het er nieuwe in gaan. Dus ja, ik denk, ik doe ze even na. Dan kunnen ze die opbranden, het waren oude. En dan als dat op is, dan doe ik een nieuwe in. En dan staat het ook klaar. Allemaal voor de feestdagen. En dan zal ik zometeen mijn klok eventjes de gewichten weer omhoog halen. Want ook die moeten nodig weer omhoog. Dus ja, dat zullen we zo meteen ook even doen. En dan haal ik mijn camera leeg. Doe ik naar de computer toe. En dan kan ik sowieso één vlog in elkaar gaan zetten. En dan maar weer eventjes zien of ik ook aan de tweede toe kom. Zo niet, dan ga ik even op Facebook hangen. Ja, ook daar heb ik werk te verrichten. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Wees lief voor elkaar. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Heb mooie dromen. Ook dat nog. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.